De titel van mijn column is Dialoog. Bijna vanuit het niets dook hij op in de politieke discussies in Nijmegen. Zwarte Piet, daarmee de coronacrisis voor even naar het Tweede Plan verwijzend. Directe aanleiding was de terechte verontwaardiging over de dood van George Floyd en de al even terechte demonstraties tegen racisme. Politieke tegenstanders van Zwarte Piet zagen hun kans schoon. Om vanuit deze emoties een motie in te dienen om Zwarte Piet definitief uit de officiële intocht in Nijmegen te weren. Met intrekken van gemeentesubsidie als sanctie. De motie is afgelopen woensdag met meerderheid van stemmen aangenomen. Maar het is nog verre van zeker dat er in november geen Zwarte Piet te zien zal zijn op de Waalkade. De subsidie voor dit jaar is al toegekend en volgens rechtsgeleerden mogen de spelregels tijdens het spel niet veranderd worden. We blijven in dialoog met de organisatie, al dus wethouder wel Vergunst, die Sint en Piet in zijn portefeuille heeft. Toen ik de motie las, dacht ik wat veel raadsleden ook dachten. Een verbod op Zwarte Piet als voorwaarde voor een subsidie? Voor de officiële intocht is dat niet zo moeilijk te regelen. Maar moet een voetbalclub een deel van de subsidie terugbetalen als Zwarte Piet de training komt opleuken? En wat te doen met een wijkcentrum als een heuse ouderwetse Piet bij de Sinterklaas-Bingo voor senioren aanwezig is? Gaat de prijs van het gesubsidieerde advocaatje met slagroom dan omhoog? Dialoogaanleidingen genoeg voor wel Vergunst. Ik ben al decennia lang Sinterklaas. De laatste jaren met mijn kleinkinderen als Zwarte Pietje. Hoogtepunt in het leven van een Sinterklaas-spelende opa. Wat zouden zij van deze discussie vinden? Zouden ze mij nog willen assisteren als Roetveegpiet? Mij reste niets anders dan de dialoog met aan hen aan te gaan. Ik hoef er niet van te huilen, al dus mijn kleindochter van 14 jaar. Maar ik vind het wel sneu voor de kleine kinderen. Ik vond Zwarte Piet als kind erg leuk en dat moeten zij nu missen. Maar als het een paar jaar niet meer heeft gemogen, dan missen ze het niet. Logica met een hoofdletter L. Mijn kleinzoon van elf jaar was veel directer. Ik vind het gewoon stom dat het niet meer mag. Ongevraagd volgde wel een uitgebreide stemverklaring. We hebben in de klas iedere dag discussie over het nieuws van de dag. Vandaag ging het over racisme vanwege de dood van George Floyd in Amerika. Je weet wel, je mag iemand niet anders behandelen om zijn huidskleur. Zwarte Piet is niet racistisch, maar ik begrijp dat sommige mensen het wel racisme vinden. Op de vraag of hij roetveeg Piet zou willen zijn, moest hij diep nadenken. Het is niet leuk, het hoort niet en het geeft een ander gevoel maar als het echt niet anders mag, dan doe ik het wel. Een overtuigd zwart pietje van 11 jaar, die in groep 8 van de basisschool praat over de dood van George Floyd in relatie tot racisme en van daaruit nadenkt over zwart of roetveeg. Geen polarisatie, geen parikade. Deze Sinterklaas ziet de toekomst zonnig in. Dialoog loont.